Wij zijn Anna, Julie, Jot en Verine en wij hebben dit jaar voor het Veehandencollege het obstakel voor de droomwedstrijd gemaakt. Idee 1. We begonnen vol enthousiasme aan het brainstormen en ontwerpen. We kwamen al snel op ons eerste idee. Ons eerste idee was een soort tunnel met gaten en redstrips erin. Maar al snel kwamen we op meer ideeën en gingen ook die ideeën verder uitwerken. De brainstorm. We gingen door met het brainstormen en daarvan zie je hier een foto. We hadden meerdere thema's bedacht en begonnen toen met het wegstrepen tot we nog één idee over hadden. Rauwekkerland. Rauwekkerland hebben we verder uitgewerkt. Maar ons uiteindelijke obstakel is niet geworden zoals te schetsen. We kwamen in tijdsnood en moesten dus gaan denken in oplossingen. We hebben een groot deel van de onderdelen geschrapt en het veranderd naar een grote slalom met verschillende onderdelen. Wij zijn het meest trots op het feit dat we ondanks het gebrek aan tijd toch wat hebben neergezet. De samenwerking. De samenwerking verliep heel goed. In het begin bestond het team alleen uit Anna en Verine. Maar later waren ook Julie en Lot heel enthousiast om mee te doen. We waren het altijd snel met elkaar eens en verdeelden goed de taken. De grootste blooper. Onze grootste blooper is dat we de ene laatste keer dat we eraan gingen werken erachter kwamen dat de schetsen kwijt waren. We hebben de hele school afgezocht, maar de schetsen waren nergens te bekennen.